Ik ben Bert Jonker. We zijn hier vandaag in het museumhuis van Eizinga, van de vereniging Hendrik de Keizer. En we staan hier in de eetzaal. We kunnen op het schilderij, wat ooit gemaakt is in deze ruimte, zien we aan beide kanten van de schouw zien we behangselschilderingen zitten. En we zien op de schouw een schouwstuk geschilderd. En de vraag was, kun je deze behangselschilderingen ook namaken of in ieder geval een interpretatie daarvan geven hoe het ooit geweest is. Voor dit project heb ik de schildering op de schouw gerestaureerd. Op die manier kwam ik ook achter het palet. Dat waren een 6 tot 7 kleuren, de aardtinten en een paar groenen en natuurlijk het loodwit en het kobaltblauw voor de lucht. Op die manier ben ik ook de schilderingen gaan maken door eerst een okergele grondkleur op te zetten op het geprepareerde linnen. Dan de schets aan te brengen in donkerbruine verf en daarna de luchten, de bomen en dan de stoffering zoals de figuurtjes, de heddertjes en het is een arcadisch landschap. Als allerlaatste na het opspannen van de schilderingen heb ik nog rond de schilderingen lijsten geschilderd in trompe-l'oeil-techniek. Dat zien we ook op het schilderij. Zo toegepast in die tijd. En we hebben op de grote band uitgelegd hoe zo'n schildering nu opgezet wordt. Dus op diezelfde manier ben ik gaan schilderen en ben ik toch heel dicht bij de oorspronkelijke manier van schilderen gekomen in die tijd.